Dus we gaan beginnen, heren. Welkom. Dankjewel. Ik heb bij me zitten Hans Maas en Peter Goes. Ja. Hallo wereld. Voor degenen die er vorig jaar niet bij waren, even kort vertellen wat het inhoudt. Hallo wereld is een festival waarbij we de projecten die onder Stichting Ontwikkeling en Samenwerking Boxmeer vallen, die voor het voetlicht brengen. En dat willen we eigenlijk doen met een multiformat, waarbij we niet alleen de projecten iets laten presenteren, maar daarnaast willen we ook allerlei leuke dingen, in de zin van muziek, dans, allerlei manieren waarop je kunt vermaken, willen we gewoon op die dag presenteren. Wat is het doel van de presentaties? Het doel is om mensen van Boxmeer uiteindelijk kennis te laten maken met een hele hoop enthousiaste vrijwilligers die op allerlei manieren in de samenleving bezig zijn en die eigenlijk anders nauwelijks voor het voetlicht treden. Het zijn allemaal mensen die op de achtergrond werken, die uiteindelijk gewoon heel stil bezig zijn met de dingen waar ze in geloven. En ja, in deze tijd komen mensen die nogal luidspreken, komen wat vaker in de belangstelling. En mensen die gewoon heel hard werken en heel enthousiast en heel geïnspireerd met dingen bezig zijn, ja, die zitten wat meer op de achtergrond. En ons doel was om die mensen nou eens een keer gewoon ook in het zonnetje te zetten. Ja, dus gewoon een podium voor allerlei mensen uit Boxmeer om zich te presenteren. Ja, klopt. Wat voor gebied dan ook. En wie zei al, dans, kijken, luisteren, ontmoeten, ontwerpen, proeven, spelen, alles komt aan bod. Jullie hebben allerlei podia. En het lijkt mij verstandig om voor degenen die volgende week met Hemelvaart willen gaan kijken wat er allemaal te doen is, dat we gewoon even doorlopen wat er op welk podium is. Dan hebben we uiteindelijk, als we het alle podia hebben gehad, hebben we ook alle onderdelen gehad. Denk toch? Ja. Nou, we beginnen met het hoofdpodium, Wilhelminaplein. Op het Wilhelminaplein? Ja. daar komt een Afrikaanse band, zeven man sterk, met een enorme swingende muziek. Die komt eigenlijk na een groot ecumenisch koor vanuit allemaal Boxmeerse kerken. En ook na de opening door wethouder Willy Hendricks. Ja, want je zegt Afrikaanse band, maar wel met Boxmeerse mensen dus. Nee, het is een Afrikaanse band en ze komen uit Groningen en uit Amsterdam. Maar vooral liggen de roots dus heel ver weg in Afrika. Ja, toch wel. Ja. Nee, omdat we net zeiden van het zijn Boxmeerse groeperingen die een podium krijgen, maar dit zijn dus mensen die komen speciaal daarvoor hier naartoe. Ja, de Boxmeerse podia, die zie je vooral tussen de basiliek, de kerk, en de ingang van de kloostertuin. Oké. De tuin van het klooster, die moet zo moet ik het zeggen. Ja. Daar staan een aantal van die particuliere initiatieven die zich op een leuke manier gaan presenteren. Ja, je piept. Ja, ik neem wat afstand. Ja. Nog meer op het Wilhelminaplein, op het hoofdpodium? Syrische muziek en een Afrikaanse speler op een soort bas, maar dan wel een hele duidelijk Afrikaanse bas. Ja, een kora. Een koor. Kora. Kora. Ja, okay. Ja. Oh, dat heet het instrument. Ja, ik ben een leek, hè, dat weet je. Het buitenpodium bij De Weijer komen we dan aan? Ja, bij De Weijer hebben we Hakim op het podium staan. Hakim is iemand die bekend is van Sesamstraat. Ja. Veel met kinderen en met volwassenen interactief doet. Hij heeft een vrij open programma. Hij wil eigenlijk ook niet zeggen wat hij doet. Maar hij wil mensen en kinderen uiteindelijk betrekken. En op alle manieren, allerlei vormen uiteindelijk dingen met kinderen en met mensen doen. Ja, hoe komen jullie bij Hakim terecht? Of laat ik het anders zeggen, hoe komt Hakim hier terecht? Moet je bellen en dan komt hij. Bellen en betalen zal het wel zijn. Het belangrijke is dat hij eigenlijk ook wel verbeeldt van hoe je met andere mensen om moet gaan. En dat je eigenlijk samen een aantal dingen moet doen en ook open moet zijn ten opzichte van anderen. Dat is wat wij ook gewoon als beeld daarbij zien. Ja. En daarom hebben we hem gevraagd. Nou, verder treedt daar ook de Syrische band op en is er muziek. En er zijn mensen die verhalen vertellen. Sjoerd van der Goot, de verhalen vertellen van het Afrika Museum, die komt. En die probeert ook kinderen erbij te trekken en mensen erbij te betrekken in het verhaal. En neemt mensen dan mee met het beeld wat hij dan op dat moment schetst. Ja, maar dus niet alleen een podium voor kinderen, ook voor... Nee, er zijn ook andere volwassenen. Oké. Nog meer op het podium hier? Dat was hem. Podium bij de Antropo. Vlak achter is nog een voetbalwedstrijd met voetbalteams uit het AZC. Die gaan voetballen tegen Hollandse jongens. Ja, leuk. Dus leuk. Ja, ja, dat gaat gewoon de hele dag door. Met die andere werelden. Ja, precies. Podium de Antropo.
Dat is aan de achterkant, denk ik dan? Achterkant, ja. In principe zijn eigenlijk drie dingen gepland daar. Er is een podium waar ook optredens zijn van verschillende mensen, ook mensen die op andere podia zijn. Er is een redelijk grote plek voor afveiling van het wereldpaviljoen uit stijl. Daar kunnen kinderen met name speelgoed maken, amuletten maken, dat soort dingen meer. Er zijn ook een aantal klassen van Procollege en van de Peppels zijn daar al op bezoek geweest. Die hebben wat ze daar geleerd hebben, die zijn naar Nicaragua geweest zogenaamd. Wat ze daar geleerd hebben, hebben ze ook verwerkt en is ook te zien op de dag zelf. Er is ook een workshop over plattegronden maken, waarbij met name met symbolen van nou ja, hoe voel je je daar nou bij en wat vind je nou van een aantal situaties, dat kun je daarin afbeelden. En dat wordt door Malou Tegelaars gedaan, die daar uiteindelijk leiding aan geeft en ja, de kinderen helpt en ondersteunt. En op het podium zelf zijn dus gewoon wat muziek en we vertellen mensen verhalen. We gaan kriskras door Boksmeer heen. Het gemeentehuis is van alles te doen. Dat is ook een podium. Het gemeentehuis is ook muziek weer. Daar treedt de fanfare van de vierde hoedanigheid op. Bekende Boksmeerse band. En daar kun je ook het tapijt van de ontmoeting gaan samenstellen. Er komt een mevrouw met tassen vol troep, zou ik willen zeggen. Ja. En die maakt daar de meest fantastische dingen mee. Maar doet dat samen met de mensen uit het publiek die voorbij lopen. Ja. En dat zullen mensen zijn die dan gewoon een paar minuten meehelpen om dat idee vorm te geven. Ja, ja. We hebben vandaag allerlei bijgeluiden door de wind, geloof ik. Ja, ja, dat is hier ook niet zo. Ja. Oké. Okay. Oh, moet juist dichterbij. Ja. Als we daarop mag aanvullen, de start van het tapijt zijn eigenlijk onderdelen die ook weer op Procollege zijn gemaakt als gevolg van een workshop die daar geweest is. Dus ja. Daar beginnen we mee die dag met het tapijt. Ja, oké. Okay. Kloostertuin, dat is een expositie. Ja. Ja, er zijn eigenlijk twee dingen die daar gebeuren. We hebben via via, en daar heeft Desiree van Rijmbrach een grote rol in gespeeld, zijn we in contact gekomen met fotograaf uit Sint-Tunis, Willemijn Kappels. Willemijn Kappels die heeft foto's gemaakt van Nederlanders en niet-Nederlanders en die heeft die beelden weer bij elkaar gevoegd. En dat zijn gewoon grote panelen geworden van 1 tot 1,5 meter. En die beelden die zijn nu een eigendom van de stichting Movement on the Ground van Johnny de Mol. En wij mogen die lenen en wij gaan die in een leeg pand in de Kloosterplein tentoonstellen gedurende die dag. Ja. En daarna is die ook nog 1 of 2 dagen open. En verder is er een fototentoonstelling van Marianne Leiderich. Die heeft afgelopen jaar in de wereld rondgezworven en die heeft heel veel foto's gemaakt van kinderen. En die kinderkopjes op A3 willen we daar ook graag tentoonstellen. Ja. En verder zijn daar de presentaties van de scholen, de Elsendaal, Procollege en de Peppels. Die hebben van alles gemaakt. Die hebben van alles gemaakt als voorbereiding op die dag en dat is daar dan ook te zien. Ja, ja. Ja, prima. Human Library bij de kerk. Ja. Dat is ook een bijzonder gebeurtenis volgens mij. Dat is echt heel bijzonder. Dat is een Deens concept. Waarin we de Woude Bibliotheek toch al introduceren hier in Boksmeer. Ja. Als eerste van het grote gebied. Waarbij je in gesprek gaat met mensen die een vooroordeel ondervinden. Okay. Je loopt naar binnen. In plaats van dat je een boek uit de kast trekt, ga je in gesprek met een mens. Dus een vluchteling of een soldaat die in een ver land gevochten heeft. Er is een politieagent met een migratieondergrond, achtergrond. Maar er zijn ook heksen en mensen met bijzondere geloven en zo. In ieder geval, je loopt de kerk in en daar heb je een half uur het contact wat jij wilt met iemand die een heel verhaal heeft. Ja, dus het is niet dat die mensen op een podium komen zitten en hun verhaal doen. Je kunt echt, er staan tafeltjes en er zit iemand bij en dan kun je naartoe lopen. En dan heb je een half uur. Ja, het werkt met roosters. Ja. Je plant in en dan zeg je van mag ik tussen 3 en 4:10 spreken met een vluchteling. Ja, ja, en dan kun je niet met 10 mensen tegelijk komen zitten. Dat is echt 1-op-1. Het is een 1-op-1 gesprek. Ja, dus dat betekent dus morgens vroeg eerst aankomen melden, heel vroeg, want anders ben je te laat. Wij hopen dat het zo druk is, maar de praktijk is, het wordt een hele reis natuurlijk, maar de praktijk is dat er voor de kerk al mensen staan die je op de schouder tikken en zeggen, joh, ga even in gesprek. Even luisteren. En dan hopen we maar dat het wat dat betreft heel slecht weer is en wat de rest betreft natuurlijk net andersom. Ja, precies. Bijzondere verhaal, dat in ieder geval. Ja. Prominenten die gaan met riksjas rondfietsen. Ja, wie zei dat? Moet ik de burgemeester dan zien waar je achter in zijn karretje kan zitten? Pierre Hermans vind ik ook een prominent. Vincent Maas vindt hij zelf hier. Vincent Maas gaat rijden en Lotje gaat rijden.
Heel, de vrouw van Vincent, volgens mij. Ja. Dacht ik hoor. Maar, dat weet ik niet. Ik bedoel, een rotje denk van. Klinkt in ieder geval heel gezellig. Dus dan kun je gewoon achterin gaan zitten en die krijg je een toertje door Boxmeer of zo? Want er zijn die vier hoofdpunten waar dingen gebeuren. En daartussenin kun je je dus laten transporteren met een rikscha. Ja, dat is een soort taxi. Je niet hoeft te lopen. Je kunt zeggen van... Ik wil van de basiliek naar het gemeentehuis. En hoef je niet die hele steenstraat weer door te stappen bij een rikscha. Daar staan halteborden. Die zijn zichtbaar, maar die stopt. En daar moet je voor betalen of je kunt zo gratis instappen? Gratis instappen. Gratis. Ja, voor de vermoeide beentjes. Hoeveel mensen kunnen er tegelijkertijd in zo'n karretje? Twee maar. Bij Pierre probeert vier erin. Zal het hem zeggen. Er is een stadsomroeper, die komt vertellen waar je zijn moet. Ja. Nee, die loopt rond. De stadsomroeper loopt gewoon door het dorp heen. En die heeft een Afrikaans kostuum aan en een middeleeuws hoofddeksel. Die is dus een beetje aangepast aan twee culturen. En die roept dan op Rijn wat er te doen is. Die gaat ook, als het goed is, de wethouder aankondigen. Dus de wethouder die stapt hier in de rikscha bij het gemeentehuis, wordt getransporteerd naar het hoofdpodium. En voor de wethouder uitloopt en loopt dan de omroepen van komt dat zien. Ja. En iets in die geest. Ja. Een heel programma. Vorige keer toen jullie hier waren, toen was het nog vaag, hè? Was het idee net een beetje aan het opborrelen. Hoeveel moeite heeft het nou gekost om dit in een jaar tijd op te zetten? 52 weken, maar een uur of 20, 30 per week. Maar dat is dus de van, wat een werk allemaal. Ja, maar wat je ervoor terugkrijgt is een veelvoud van de inspanning. Ja, dus je moet de tijd wel hebben om het te doen. Hè? Ja, dat was een keer allebei in de gelukkige omstandigheid dat we in ieder geval een werkzaam leven achter ons hebben. Dus we kunnen een nieuw werkzaam leven beginnen. Hè? Dus, tijd. Aan de andere kant, wat Peter zei, je krijgt zoveel enthousiasme van mensen die mee willen doen. Als je kijkt wie allemaal participeert, wie allemaal bijdraagt en wie allemaal iets doet, dat is gewoon geweldig. Zelfs zo in de laatste fase, we hebben heel veel samengewerkt met de Weijer, Socialm, de bibliotheek, met Centrum Ondernemers. En ook bijvoorbeeld, er is parallel ook een andere markt, de regionale markt van de Ster. Nou, daar hebben we ook afstemmingen mee en dat gaat allemaal op een bijzonder prettige en leuke wijze. En daar krijg je gewoon energie van. Hartstikke leuk. Ja. Nu de eerste keer, weet je al of er een tweede keer komt? Nou, niet volgend jaar, laat het zo zeggen. Nee, dat vindt mijn vrouw. Er zijn weer 52 weken waar heel veel uren in zitten. Dat vindt mijn vrouw niet goed. Nee, dat gaan we niet meer doen. Dus ik denk, we moeten nog heel even nadenken over wat voor manier we doen. Ik denk wel, als je kijkt naar het enthousiasme en wat er allemaal gebeurd is en hoeveel mensen uiteindelijk meedoen, dat het jammer is om het één keer te doen. Dus er moet wel een bepaalde manier een vorm aankomen en zeggen van nou, dat zouden we wel op kunnen continueren. Maar goed, dat weten we nog niet. Daar durf ik ook niks van te zeggen. Ter afsluiting, volgende week, wanneer, welke dag, hoe laat? Hemelvaart van 12 tot 5. Van 12 in het centrum tot 5. Van Boxmeer, in de kerk, hier op het podium, in de Antropo, in de Steenstraat Zuid. Ja. Daar gaat het gebeuren. Ik ben er zelf niet, dus kan ik niet komen kijken, maar ik wens jullie in ieder geval heel veel succes. Dankjewel voor het komen. Dankjewel. Bedankt. De Vierdaagse Boxmeer bestaat 40 jaar, dit jaar. Vanaf 4 juni, zeg ik dat goed? Ja, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. 6 en 7 juni. Ja. Wandelen. Ik heb zelf het idee dat wandelen populairder aan het worden is. Zie je er goed? Je hebt hier tenminste, je hebt tegenwoordig het Maaspad, daar kun je lopen. Je hebt het Pieterpad, is bekend. Je hebt de Maas. De Kloosterroute, Zuiderwaterlinieroute, zijn allemaal hele lange afstanden. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Overal heb je de wandelvierdaagse die volgens mij een tijd terug zijn teruggelopen, maar allemaal weer in opkomst zijn. Ja. Waar ligt dat aan, dat wandelen zo populair wordt? Ja, wandelen is op dit moment echt in. Het wordt ook gestimuleerd door iedereen. Het is heel erg gezond. Ja. En je ziet nog eens iets van de natuur, hè? Ja, dat is. Maar dat was 10 jaar geleden niet anders. En nu wordt het... De weken zijn hectischer en dit geeft toch bepaalde rust. Ja, hebben mensen wandelingen nodig? De mensen die wandelen. Even het hoofd leeg maken. Zoiets. Even de dag doornemen en dan... En ook misschien meer mensen met vrije tijd die meer wandelingen gaan doen of valt het mee? Nee. Jullie organiseren de Boxmeer Vierdaagse, als ik het allemaal goed heb begrepen. Er zijn 5 afstanden.
hebben de 5, de 10, de 15, de 20, de 25 en vrijdag extra de 40. Dit keer de, maar normaal eenmalig. Vijf afstanden. Maar betekent dat dan ook dat je ieder jaar voor vijf afstanden nieuwe routes moet hebben? Of zijn ze ieder jaar hetzelfde? In grote lijnen zijn ze wel hetzelfde, maar soms hier en daar wat kleine aanpassingen. Ja. Maar je moet het wel ieder jaar opnieuw controleren, bordjes ophangen, bordjes weer ophalen en wel iedere dag een andere route dan neem ik aan. Ja, want hoe doe je dat? Hoeveel mensen heb je dan nodig om dat voor elkaar te krijgen? 40, 45 mensen? Ja. Ja, dat is veel. Dat is best veel, ja. Ja, maar goed, als je 45 mensen, dan heb je het over 19 mensen per afstand. Dan valt het op zich wel weer mee, dan zou ik zeggen. Ja, maar je hebt een startbureau, je hebt de posten onderweg, maar je hebt ook de opbouw, je hebt de pijlen, je hebt de opruimen 's avonds. Dus het is van 's morgens tot 's avonds is het gewoon continu bedrijf. Ja, het is een avondvierdaags, maar voor de mensen die het organiseren is het, gewoon een hele week hard werken. Hele week hard werken, ja, precies. Hoe is de Boksmeerse Vierdaags ooit ontstaan, 40 jaar geleden, weten jullie dat? Nou, dat is Joris Klaassen en Hans de Wit. Die zijn er toen mee begonnen. Dat is eigenlijk begonnen in buurtvereniging Hollesteeg 2. Ja. Daar is de eerste ideeën en daar is vrij snel is dat een pootje apart geworden. En dat is doorgegroeid. Ja, hoe lang zitten jullie er zelf bij? Oeh, als ik alles moet tellen is het bijna 40 jaar. Ja, echt wel? Zo lang al? Ja. Wordt tijd voor een lintje, zou ik zeggen, of niet? Weet ik niet. Nee. Dat is niet aan mij. Ja, nee, dat klopt. Dat misschien iemand anders die nou hoort. Oh ja, wacht even. Dat is denk ik volgend jaar. Ja, en hoe lang ben jij erbij? Ik heb hem denk ik een 15 jaar gelopen met kinderen. En ik zit nu 4, 5 jaar in de stuur. Oké, toen waren de kinderen groot genoeg. Hoefden ze niet meer mee te denken? Wilden niet meer mee. Wilden niet meer mee. Maar jij wilde er toch bij betrokken? Ja, ik zat toen nog wel in het bestuur toen het ontsprong. Dus ja, je hebt toch die band. Ja, precies. De laatste dag, je zei het al, hè, 40 kilometer. Dat is geen avondwandeling. Die starten niet om 5 uur 's avonds. Nee, die starten om 12 uur, tussen 12 en 3 uur. Anders kun je nooit op tijd terug zijn, want om 11 uur sluiten wij. Ja, keihard, ja, 11 uur. Keihard. En voor die mensen is het nog een heel doel, want de meeste starten op zo'n afstand, 's morgens liefst om 8. Ja. Om 8 uur. Ja, of bij de Nijmeegse Vierdaagse, s'nachts om 5 uur. Ja, zoiets. Dus het is nog best een voor de wandelaars ook een hele happening. Ja, want 40 kilometer, hoe lang loop je erop? Een uurtje of 8, 9? 5, 6 kilometer per uur. Ja. Dus ja. Dat is lang. Ja, dan moet je flink doorstappen. Ja, precies. Vorig jaar, ik meen 1600 deelnemers zo'n beetje, hè? Bijna 1700. Ja, hoeveel komen er dit jaar, weten jullie? Dat is een gok. Het is niet zo dat ze zich van tevoren moeten aanmelden? Dat kan, maar het ligt ook vaak aan het weer. Hè? Kijk, de jeugd die schrijft zich pas maandag of dinsdag in. Dat is goed weer, dus daar komen er misschien veel. In slecht weer, dan komt er iets minder. Ja, maar het is niet zo dat omdat het een jubileumeditie is, dat iedereen zegt van die wil ik per se gelopen hebben. Wij hopen dat er meer komen, ja. Ja, precies. Ja. En de scholen hier in Boksmeer, werken die ook nog mee? Sturen die al hun kinderen jullie kant op? Basisscholen? Minder, want het is voor een pakje aan de ouders. Vroeger was het de school organiseerde dat. Ja. En nu is het dus de ouders moeten het organiseren en die kaart trekken. Die hebben ook geen en dat is verschillend. Ja. Maar er zijn scholen bij die al 10 jaren meedoen. Ja, want waarom doen de scholen zelf niet meer eigenlijk? Want ik kan me herinneren toen mijn kinderen klein waren, liepen we in Kuik ook mee en dan werd het door de school georganiseerd. Dan kon je opgeven, die zo tijdgebrek. Tijdgebruik, ja. Het gaat allemaal naar de ouderraad of de oudervereniging. En dat, Maar goed, maakt niet uit wie het doet als ze me komen. Hè? We hebben dit jaar wel alle scholen een promotieset gebracht. Dus we hopen iets meer respons. Ook van de scholen van de gemeente Boksmeer. Dus veel verder. Ja, precies. Stevensbeek loopt altijd mee. Ja. Die hebben geen eigen avondvierdaagse, Stevensbeek? Nee, maar hoort eigenlijk ook niet bij onze gemeente, maar die loopt wel altijd mee. Ja, prima dus toch? Dus dat is, Jullie zijn als vereniging door de carnavalsvereniging de Geitenbok gekozen tot de vereniging van het jaar. Ja. Dat is een mooi compliment, denk ik dan. Daar zijn we zeer trots op, ja. Ja. Wat houdt het in als je vereniging van het jaar bent? Ja, wat houdt het in? De eer die je dan toch krijgt. Voor het werk wat je eigenlijk gedaan hebt, 40 jaar, vierdaags, is toch een hele poos. Als je dan gewaardeerd wordt door een oorkom en
alleen het idee al dat ze jou niet vergeten, dat is gewoon geweldig. Ja. Ja, want we hoorden net de mensen van Hallo Wereld, die zijn 52 weken bezig, 20 uur aan het werk. Ik hoop dat het voor jullie niet zoveel is, of wel? Nee. We liggen 2 maanden helemaal stil. 2 maanden liggen we stil, ja. In oktober, november, dan beginnen we weer. Dus elke maand is weer vergaderen, een draaiboek bijwerken, kijken waar de knelpunten zitten. Ja. Wat kunnen we verbeteren, wat is goed gegaan, wat is niet goed gegaan. Ja, en dan de bordjes ophangen, hè? Ja, dat is een apart werk, hè. Er was laatst een of andere wedstrijd in Utrecht, daar werd iedereen de verkeerde kant op gestuurd. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Dat mensen bordjes verhangen zo, grapjassen? Er is wel eens gebeurd dat een bordje, vooral door de jeugd, dat afgebroken wordt of wat dan ook, of verhangen wordt. Maar dit jaar hebben we nieuwe bordjes, daar kunnen ze mee doen wat ze willen, maar de pijl staat goed of staat niet goed. Dat kan niet missen. Ja, ik zou buiten zeggen, dat, iedereen krijgt een boekje met de routes erin en daarin staat ook, het boekje is leidend. Want ja, onderweg kan iedereen... Ik wou zeggen, daar is het niet uit. Ja. Ja, als deze bordjes omdraaien, dan klopt het niet meer. Nee. Dan staat het in feite op kop en dan kun je al zeggen, ja, de richting is niet goed. Ja, op die manier. Staat de tekst die erop staat, staat op zijn kop. En dan kun je al weten van... Is mee gerommeld. Ja. En dan moet je je boekje erbij pakken. Pak het boekje en dan de goede kant op te lopen. Ja. 40 kilometer, de laatste dag. Ik zei net al, over 10 jaar 50 kilometer. Dan laten we aan degene over die er dan in zit. Ja. Jullie niet dan? Zijn jullie niet dat dan? Weet je nooit. Dat weet je nooit, hè? Dat weet je nooit. Nee. Want misschien als je volgend jaar geen lintje krijgt, dan moet je nog 10 jaar wachten. Weet je veel. Dan moet je nog 10 jaar door. Dat is ook een goeie. Ja, ja. Dus ze zegt geen lintje voor Frans. Ja. Nee. Ik zei dat vanaf 4 juni, hè? Ja, 5, 6, 7 juni. 5, 6, 7 juni. Ja, zonder de laatste dag en dan 2 maanden uitrusten. Oké. Okay. Nou, heel veel succes. En ik hoop dat er heel veel mensen meekomen doen. Hopen wij ook. Het jaar 2006 waren het 1000, nu 1600. En dan als we weer 10 jaar verder zijn, heel Boxmeer. Ja, we hopen een keer die tijd mee te maken dat Boxmeer dichtslipt. Ja, gaan we vanuit. Dankjewel. Oké. Okay. Precies. Erik van Haren, dames en heren, jij bent docent wiskunde op het Elsdal College, zeg ik dat goed? Klopt. Ja, oké. Okay. Jij hebt het voor elkaar gekregen om 120.000 leerlingen aan het puzzelen te krijgen. Ja. Ik zei 120.000 leerlingen, je had het over de kangeroewedstrijd. Ja, dat is het logo staat ook op die kubus, zeg maar. Ja, wat is een kangeroewedstrijd? Leg dat eerst even uit. Dat is een wedstrijd die door de hele wereld wordt georganiseerd en in Nederland doen er 120.000 leerlingen aan mee, tenminste dit jaar. En het is een wiskundewedstrijd die op middelbare en op basisonderwijs gegeven wordt. Waar leerlingen leuke wiskundepuzzeltjes op mogen lossen. En die krijgen dan aan het einde in ieder geval allemaal een prijs. Of allemaal een aandenken. En dat is dit jaar een 2x2x2 Rubik's Cubus. Ja. In een iets andere vorm. Ik wou zeggen, het zijn niet allemaal dezelfde vakjes. Ze zijn erbij, die zijn langwerpig. Ja. Een klein vierkantje en een grote vierkant. Ja. Ja, doe maar. Ja, ik... alsjeblieft. Hij is wel leuker als ik hem dan zo doe of zo. Dat je dan een beetje... maar je zei van tevoren dat je niet doen, dus ze doen. Als ik wou zeggen, als je sinds mijn avond al verpest, hoor, dan komt het niet meer goed. Nee, maar dat is eigenlijk wel het principe dat toen ik hoorde dat dit het presentje werd... Ja. Dat ik wel vroeg aan de organisatoren van, ja, goh, hoe wordt de uitleg daarbij? Want het afgelopen jaar in de McDonald's had je ook van die kubussen. En onze kinderen, die kregen ze niet opgelost. Dus ik dacht, Dat waren de gewone grote, denk ik. Ja, dat was een 2x2x2, ook alleen van een andere vorm, van de gewone vorm. Maar toch, zo'n kubus, die bestaat maar uit 8 van die blokjes. Maar met die 8 blokjes en verschillende standen kun je ruim 3,6 miljoen verschillende standen krijgen. Dus het lijkt simpel, maar het is met gewoon draaien onmogelijk, vrijwel onmogelijk om weer op te lossen. Dus heel frustrerend voor kinderen die dan denken, oh, dat moet wel leuk. Dat doen we even. Dat lukt niet. Komt dus, nooit meer goed. Ja, en toen dacht ik, nee, ik ga er wel de uitleg bij schrijven in mijn naïviteit dat toch ook wel heel erg lastig bleek. Ja, want dan moet je zelf precies weten wat je doet. Ja, en dat wist ik toen nog niet. Nee. Maar je bent erachter gekomen en je hebt een uitleg geschreven, die heb je ook op YouTube gezet. Ja. En daarmee ben je gelijk een populaire YouTuber geworden, toch? Ja, en gehaat, want het is natuurlijk wel iets wat je hebt doorzettingsvermogen nodig. Ook al vertel ik je hoe je het moet doen, je moet het nog wel even doen. Ja.
Dus er zijn ook leerlingen, ja nee, dat werkt helemaal niet. En dan krijg je een ander die zegt van, ja nee, bedankt, het lukt wel. Dus ja, het kost nog steeds uithoudingsvermogen, maar dat is bekend in mijn vakgebied. Ja, want het lijkt simpel, hè? Je gaat een beetje draaien met wat vierkantjes, maar het heeft alles met wiskunde te maken, toch? Je moet wiskundig inzicht hebben, of? Alles is wiskunde, ja. Ja, is dat zo, ja? Ja. Ja, nee, maar je hebt natuurlijk, je moet nadenken over wat je doet en dat is de essentie van wiskunde. Maar jullie hebben het dan over algoritmes, hè? Ja, eigenlijk... Dat is een moeilijk woord voor een handelingsplan of zo. Ja, handelingen. Maar al die mensen, al die kinderen die 120.000 die zo'n ding gehad hebben, die kunnen we allemaal oplossen ondertussen? Of, Nee. Nee? Nee. Voor degene die hem niet kapot maken, want heb je ook nog, daar heb je ongeveer de helft die dus het probeert echt, die krijgt hem tot nu toe opgelost. Maar ik ga ervan uit dat over een paar weken iedereen een duimpje geeft, want het is gelukt. Ja. Precies. Dus, maar je hebt nog geen video's gehad van mensen die dat ding op tafel hadden liggen en met een grote hamer aankwamen. Ik geloof best wel dat je op YouTube gaat zoeken, dat je dat filmpjes vindt. Ja, precies. Ja. Want dat is een van jouw passies, hè? Wiskunde... Op een leuke manier brengen, zodat voor leerlingen die wat verder willen komen dan a² plus b² plus c². Die hebben dus even die ik heb onthouden van de middelbare school. Ja. Nou, weet je, het is, als je dan teruggaat naar mijn kern, zeg maar. Ik denk dat toen ik van het VWO afkwam en wist dat ik leraar wilde worden. Ja. Toen heb ik heel veel bijles gegeven. Dus ook kreeg ik van het LSNA College van mijn oud-collega, van mijn docenten dan leerlingen toegespeeld van, goh, zou je die wat bijles willen geven? Want je gaat wiskundeleraar worden. En in die tijd heb ik heel veel geleerd van hoe moeilijk dat wiskunde voor sommige mensen is. Ja. En wat ik daar vooral heb geleerd is om het op een andere manier, of ja, bij mezelf heb ontdekt dat ik het leuk vind. Ja. Dus een uitdaging voor mij is om op een andere manier, op een leuke manier, creatieve manier, door materiaal erbij te pakken, om duidelijk te maken hoe het eigenlijk zit. Ja, want wat is dan een leuke manier om wiskunde uit te leggen, anders dan formuletjes leren en uitvoeren? Nou, het belangrijkste vind ik dat het geen onbegrepen algoritmes zijn, onbegrepen handelingen zijn. Maar dat je weet wat je doet. En dan heb ik liever dat je maar een beetje weet en vanuit daar gaat bouwen. Dan dat je gewoon maar doet wat iemand zegt dat je moet doen. Ja, en dan neem jij een klas mee de kroeg in. Ja, dat is, je bedoelt nu op Smartpool. Ja, goed. Ja. Dat is, hè, die laatste biljarten. Ik doe dat altijd in de kroeg. Ik weet niet waar het anders moet. Nou ja, dat was meer vanuit dat ik een keer op Facebook in één keer schrok, of in ieder geval verrast was, dat ik dacht dat ik een post aan het lezen was over poolbiljarten, maar het bleek een post te zijn over wiskunde. Er was een oud poolrivaal van mij, die had een post gemaakt van, goh, kan iemand wiskundemateriaal maken bij een pooltafel? En toen heb ik daarop gereageerd. En, ja, jij was uitgedaagd. En, nou ja, dat was natuurlijk twee van mijn passies. Poolbiljarten, ik heb ooit best wel op redelijk niveau poolbiljart gespeeld. Ja. En ik ben al een aardige tijd wiskundeleraar. En ik ben nu redelijk tijd ook materiaal aan het schrijven. Dus ik voelde me wel de persoon die dat moest doen, zeg maar. En gelukkig vonden anderen dat ook. Ja. Maar wat kun je dan op een biljart laten zien aan kinderen die wiskunde moeten gaan snappen? Nou, wat ik eigenlijk wil, is dat kinderen die dus gaan biljarten, want dat is het doel van de poolbond dan, dat er meer jeugd gaat biljarten, dat ze ook weten wat ze aan het doen zijn op zo'n tafel. Ja. En andersom vind ik dan ook als wiskundeleraar, vind ik belangrijk dat die kinderen wiskunde leuker gaan vinden. Dus dan heb ik wat geprobeerd om ideeën vanuit het poolen naar de wiskundelessen te trekken. Zoals de nullen zijn getallen op ballen, daar kun je mee rekenen, er zijn kleuren en dat. Er zitten patronen in, wiskunde, patronen, dat is wel... Ja, maar hoek leren begrijpen, dat soort dingen? Nou ja, je maakt een hoek begrijpelijk. Hè? Je kunt wel praten over een hoek van 30 graden of over een hoek van 45 graden, maar wat doe je ermee? Een hoek van 90 graden, dat zie je... Oh, sorry, ik moet hierin praten. Een hoek van 90 graden, die herken je overal wel, maar een hoek van 30 graden, bij het biljarten, als je een bal precies met het midden... Naar de rand van een andere bal mikt. Ik zie hier wat mensen die wel eens biljart zouden hebben kunnen gespeeld. Als je dat doet, dan vertrekt de bal die je aanspeelt
speelt om precies om de hoek van 30 graden. En dat kun je wiskundig bewijzen. En dat is super interessant, vind ik. En ik denk die leerlingen ook. Want het is leuker om er iets, dat je ook weet wat je erin hebt, dan dat je een hoek van 30 graden berekent en daar verder niks mee doet. Je kunt het gewoon echt laten zien. En dat, je kunt dat een bal spelen en je ziet die hoek, die is precies 30 graden. Als je hem goed speelt, weliswaar, maar toch. Ja, dat is, vind ik fascinerend. En Heb je nog meer dingen die je met kinderen doet? Spelletjes. Ja, ja. Nee, ik heb heel veel. Ja, ik heb wel meer materiaal. Ja, laat het wel zien. Je hebt van alles bij je. Dit zijn pentomino's. En dat zijn blokjes die bestaan uit 5 kubusjes. En daar bestaan er precies 12 van. Dat kun je ook wiskundig bewijzen en dat kun je ook laten onderzoeken. Dat zijn dit soort blokjes met allerlei leuke hoekjes. Ja, en daar kun je hele leuke dingen mee doen. En dan heb je ze uit elkaar gehaald, dan is de uitdaging om er weer één vierkantje van te maken. Een van de vele uitdagingen die je aan kunt gaan, ja. Ja. Sorry, ja. Dat is dit boekje. En dat gaat allemaal alleen maar over deze dingen? Ja. En er is nog veel meer over te vinden, maar op een gegeven moment 32 pagina's is voldoende voor nu. Ja, dus er staat hier een inpakhulp bij, dan krijg je hem weer dat hij hier weer in past. Dat is de bedoeling. Ja. En ik zag net Twan, maar daar was het gelukt toch? Ja, precies. Ja. Ik dacht eigenlijk dat journalisten daar geen tijd voor hebben. Maar. Nou nee, maar, die is toch handiger dan dat hij zelf door had, denk ik. Ja, daar sta ik niet van te kijken. Ja, dit is dan iets wat je doet en dat zijn vormen, daar kun je ook ruimtelijke vormen mee bouwen. Je kunt er van tevoren bij nadenken van, goh, welke vormen zou ik er wel of niet mee kunnen maken? Symmetrie, dat kunt er, is er gek niet verzinnen, maar... Wat ik vooral belangrijk vind is, ik ben gisterenochtend bij de Weijerhof geweest met mijn bonuszoontje. Weliswaar had ik een ander groepje, maar toch, daar mocht ik mee rekenen. En toen had ik die dingen ook bij. En je hoeft je maar op tafel te leggen en die kinderen die willen er al mee. Ze gaan aan de gang, hè? Aan de gang. En dan zijn ze met wiskunde bezig zonder dat ze er eigenlijk erg in hebben. En dat heb ik het liefste. Ja, en dan kun je ze op tafel gooien en dan zeg je, als dan succes. Ja, ik heb nu dus een geweldig boekje geschreven. Ja. Waar dus allemaal gerichte opdrachten in staan. Ja, ja, dus dan precies. Heb je er nog meer plezier van. Maar alleen het doosje zelf is al een kick voor iedereen. Maar ja, goh, als je hebt je wat hulp nodig en wil je wat inspiratie, dan zou ik zeggen, ga naar Van Dinter en koop zo'n boekje. Maar werkt het om een brugklas te nemen en je gooit die dingen op tafel en je zegt van, komend uur succes en wie hem af heeft krijgt een appel, moet ik zeggen tegenwoordig? Dan werkt één les en de tweede les niet meer. Nee, maar ja, een les overleefd. Ja, precies. Leren, ja, en zo doe ik dat dus. Ja. Maar je hebt nog meer boeken liggen, vertel eens. Nou ja ik maak wel meer materiaal, ik vind dat heel leuk om te doen. Eentje gaat over een oud spel, solitair. Dat heb ik vroeger heel. Dat is zo'n bord met van die pinnetjes, met van die balletjes. En dan moet je met een balletje over een ander bolletje heen springen. En dan kan er een balletje van het bord af. En dan moet je proberen om de hele bord leeg te spelen. Dat was me vroeger ook niet gelukt, net als die Rubik's Cubes niet. Maar nu inmiddels wel. En ik weet nu ook waarom. ik bouw het dan nu op van eerst 3 van die balletjes, 4 van die balletjes, 5 van die balletjes. En dan train ik je, zeg maar, om er handig in te worden. En, en dit gaat over iets anders, gaat over pariteiten. Over? Pariteiten. Pariteiten? Ja, er zijn standen. Ik haak af. Ja. Ik had eigenlijk een voorbeeld met 3 glazen willen hebben, maar die heb ik hier niet, dan doe ik iets anders. Vroeger, dat waren meer dan vrouwen, denk ik, die wel eens een bloemetje plukten uit het gras en dan zeiden van, goh, hij houdt van me. Hij houdt niet van me, hij houdt van me, hij houdt niet van me. Ik zou zeggen, tel eerst eens die blaadjes en denk eens na of dat oneven of oneven of even is. Waar je mee en dan, beginnen. Ja, en dan kun je ervoor zorgen dat hij van je houdt. Ja, heel simpel, wiskunde helpt je daar ook mee. Oké, dat soort dingen. Ja. Jij doet het, hè? Jij vindt het leuk? Ja, nee, het is wel goed. Ja, het kan wel, ja, doe maar. Ja, kom maar hier met die glazen. Ja. Een ander voorbeeldje van pariteiten met glazen nog. Ik hoop dat het leuk genoeg is. Ik vind het leuk.
Nou. Goed, ik ga eventjes... Ja, ik zet die glazen zo neer. Ja. En ik draai steeds twee glazen die naast elkaar staan, draai ik tegelijkertijd om. Ja. En dan wil ik uiteindelijk met de glazen, allemaal met de bovenkant, hoe zeg je dat nou? Dus allemaal met de open kant ja, naar boven. Ja, gewoon gaan. Normaal neerzet. Ja, ja. Ja, dus dat ga ik doen, hè? Ja. Even kijken. Wacht, moet ik even... Oh, nee, nou doe ik het dus verkeerd. Kijk, dit is de verkeerde pariteit. Ja. Hier gaat dat niet bij lukken. Dus ik kan het gaan proberen. Maar elke keer als ik ze allebei omwissel, dan komen ze... Dit is een pariteit waarbij dat nooit gaat lukken. Terwijl als ik anders was begonnen, dus ik had in plaats van... ik was zo begonnen en dan misschien als je heel snel doet, goochelaars doen heel snel. Ja. En dan zeg je, nou probeer jij het nu ook eens. Kijk, en dan, even kijken, dan heb ik hem wederom verkeerd. Zo. Ja. Kijk. Ja. Kijk, en als je het nu probeert te doen, dan krijg je hem omgedraaid. Ja. Zie je dat? Ik ben een beetje zenuwachtig. Dit was heel makkelijk. Ja, ja. Ja. Ja maar dit lijkt. Dit is dus de manier. Dit was heel makkelijk. Maar als ik hem nu dus zo ga vragen aan je. Dan kom je er niet uit. Dan gaat het niet lukken. En dus de stand van die glazen. Dat is een pariteit. Ja. En je kunt dus eigenlijk door terug te redeneren. Weten we hoe je moet nou, beginnen. Nou, ja, kijk, je zou ze oneven en even kunnen noemen. En dan is dit een oneven pariteit. En die andere de even pariteit. En dan kom je, net als bij dat bloemblaadje, nooit in dezelfde stand. En als je daar dus meer van wil weten. Waarschijnlijk leg ik het nu niet heel helder uit vanwege de zenuwen. Maar dan zou ik zeggen, ga naar Van Dinter en koop dit boekje. Het blauwe boekje. Het ja. blauwe kost 14, wat kost het? 9,95, dus dat is niks eigenlijk. 9,95 kun je op een verjaardag een hoop lol hebben. Ja, ja hier, en dan heb je dus, ja, ja goed genoeg. Maar dat, ja. Ja. Daar gaan Frans jij, over. Dat als je verjaardag van de kinderen hebt en je wil ze vermaken als ja, ontzettend. Ja, hier zitten dus heel veel, het zitten dus van die goocheltrucjes in. Ja, ja. Uitgelegd. Ja, leuk. Ja. Waarom is dit pak een beetje 45 jaar geleden niet uitgevonden? Waarom is dit 45 jaar geleden toen ik wiskunde kreeg niet uitgevonden? Dit is al veel eerder allemaal uitgevonden. Alleen, dat werd niet gedaan. Ik faciliteer nu zeg maar de docent en de ouders en de leerlingen om hiermee bezig te zijn. Zeg maar, zodat ze niet hoeven te googlen en boeken hoeven te lezen. Ja. Maar dit is allemaal bestaande kennis die ik... Ja, waar ik in geïnteresseerd ben, die ik dus op ja. een leuke manier aanbied. Ik heb een vormgever die er ontzettend veel mooi werk mee maakt. En dat, ja. Ja, daardoor wordt het aantrekkelijk. Want ik denk dat het belangrijk is dat je het ook aantrekkelijk maakt. Je kunt het allemaal wel leuk vertellen, maar die materialen, die kleuren en die boekjes, dat maakt het toch allemaal net iets laagdrempeliger en leuker. Zeg. Ja, maar ja, goed, dat is natuurlijk het doel. Hè? Want, ja, dat is mijn doel. Ik zeg, als ik voor mezelf terugkijk, we hadden een wiskundeleraar die schreef van alles op het bord. Ja. En dan mocht je dan overschrijven. En dan ging hij zelf achter in de klas een appeltje staan schillen. Ja. En dat was het dan. Ja. En dan, Nou ja, ik ben ook wel van dat ik ze zeg maar iets drop en dan zelf laat uitzoeken. Maar wel, wel sturend en helpend. Ja. En, met maar, een idee. Maar het verschil is als je zoiets dropt. Ja. Is het een uitdaging? Ja, is precies. Het leuk? Dus het moet een uitdaging zijn. Een ontdekkingsreis moet wiskunde zijn. Ja. Ja. Merk je dat aan leerlingen dat ze het leuk vinden? Ik krijg wel eens opmerkingen als van wat fascinerend en wat leuk, maar ik krijg ook natuurlijk al andere opmerkingen. Ik ben ook maar, dan denk ik altijd, dat ligt ook aan de persoon zelf, want je moet er ook voor openstaan. Je kunt het nog zo goed uit willen leggen, maar als degene die ontvangt daar niet voor open staat, dan wordt het heel moeilijk. Ja, dat is. Maar het is eigenlijk wel zo, je hoeft niet per se een wiskundeknobbel te hebben om wiskunde leuk te vinden op deze manier. Iedereen kan wiskunde als hij het maar op de juiste manier aangereikt krijgt en niet bang is om te falen. Want dat is helaas heel erg het geval dat kinderen al van tevoren denken van dat kan ik toch niet. En ik zeg altijd, je kan het nog niet. Dat vind ik een hele mooie afsluiter, Erik. Ja. Dankjewel. Het Bierfestival in Boxmeer. Gingen we het over hebben. Ik zeg al, jij bent van het biermarkt en jij bent van de hapjes. Klopt. Moet je bij bier altijd hapjes hebben? Ja. Is wel het lekkerste als je wat gedronken hebt, dan wil je ook altijd wat eten meestal. Ja, maar wat voor hapjes
Heb jij het dan over? Ik bedoel, ik kan me de cafés nog wel herinneren. Als je daar naartoe gaat, dan staan er altijd borrelnootjes die veel te zout zijn op tafel. Om maar te zorgen dat je zoveel mogelijk drinkt. Maar dat is jouw doel niet, neem ik aan. Nee, dat doen wij zeker niet, nee. Nee, nee. Wat breng je mee? Ja, wij verteren smoke, wij verzorgen authentieke barbecue catering. En wij doen eigenlijk alles net even anders dan wat de mensen gewend zijn. En wij gaan dus ook authentieke barbecue verzorgen. Authentiek wil zeggen met kolen? Ja, onder andere. Maar authentiek is meer een low and slow wijze. Hè? Dus dat je langzaam je vlees gaart. Hè? Dus in plaats van een barbecue neerzetten, hoge temperaturen en alleen maar proberen het zo snel mogelijk je vlees klaar te maken. Dat is iets wat wij absoluut niet doen. Wij doen alles op een lage temperatuur, doen wij garen. Ja. En dat geeft gewoon een hele andere smaak als het snel grillen. Ja, dus als ik thuis de bierkip wel eens maak, dat is denk ik geloof ik wat als slow kan. Ja. Zoiets. Maar dan Ja, wij kunnen meer dingen als alleen een bierkip. Nee, dat snap ik. Dat zou niet goed zijn als dat niet zo was. Wij kunnen in principe alles op een barbecue maken. Van desserts tot aan cocktails. Van vlees tot aan vegetarische gerechten. Tot aan, noem het maar op. Ja. Wij kunnen echt alles op een barbecue maken. Ja, interessant. Leuk. Ja. Bierfestival. 2 dagen. Ja. Ben je na 1 dag niet met een ongelofelijke kater dat je de dag daarna denkt van nou... Je moet ze proeven, hè? Ja. Dit jaar hebben we 14 brouwerijen en 45 biertjes. 45 biertjes, ja, dus dat ga je op 1 dag niet redden. Nee, daar heb ik 2 dagen voor nodig. Ja, en dan denk ik nog niet, toch? Ja, het zijn proefglaasjes, hè. Ja, maar dan nog, dat zijn van die glaasjes, hoeveel zit erin? 10 centiliter? 15. 15 centiliter, ja. Half flesje. Ja, maar goed, dat is niet zo heel veel minder dan dit, dat is 25 centiliter. Ja. Ja, dus als ik er dan 20 op heb... Ja, dat kan wel. Ja. Maar dat is ook variatie in alcohol, hè? Ja, precies. Want kijk, dit is het 5% in of zo, maar je hebt er bier bij van 8, 10, 9, 10, 11. 11, 12. Ja, en als je er daar 20 van op hebt, dan mogen ze met de kruiwagen naar huis brengen, denk ik. Ja. Want je hebt heel veel verschillende soorten bieren. Maakt het dat niet lastig dan op zo'n bierfestival? Van wat nodig je uit en wat laat je komen? Ja, probeer altijd een paar lokale brouwerijen uit te nodigen en een paar grotere brouwerijen. En ook komen ze uit Amsterdam, uit Gennep, Nijmegen. Ja. Eentje heeft zelfs de oorsprong uit Venray nog zitten. Ja, en dan zijn het kleinere biermerken, de Heineken en Grolse, die komen niet? Nee. Bavaria hebben we. Bavaria wel, oké. Okay. En Aschouf, Cornet, ja. Brouwerij het Gooimeer, de Ooievaar Gennep. Ja, dus daarom... 2 dagen, want op 1 dag red je het niet. Heel simpel. Ja. Ja. Nou ja, goed. Het is het 2e jaar, hè? Hoe is het vorig jaar geweest? Ja, dat was goed. Ja? Dat was gezellig. Vandaar het 2e jaar? Ja. Ja, maar wat leer je van zo'n 1e jaar? Ja, we missen het eten. We missen het eten. Mensen vroegen wel om spareribs en chicken wings. Ja. En we hadden vorig jaar wel wat hapjes staan. En frituur was er. Ja. Dus dan ga je nou op doorbeduren. Ja. Om het nog beter voor elkaar te krijgen voor de gasten. Wordt het nog completer dan... want hoeveel mensen zijn er vorig jaar op afgekomen? 800-900. 800-900. Per dag. Per dag? Het was ook 2 dagen? 2 dagen. En hoeveel bieren is er doorheen gegaan? Durf niet te zeggen. Nee? Veel. Veel. Ja. Want het is ook nog wel commercieel interessant, denk ik, hè, om te doen. Tenminste, je koopt een glaasje en je drankjes die betaal je met muntjes die je moet kopen, denk ik. Ja. Toch? Ja. Dus wat levert dat op? Entree is gratis. Ja. En probeer nog entertainment en live muziek hebben we er ook altijd bij. Ja. Dus die moet ook betaald worden. Ja. Ja. Ja, precies. En Als ik naar jouw bierfestival kom, of welk ander bierfestival, hoe moet ik mijn keuze maken? Moet ik met een klein pilsje beginnen? Bij binnenkomst krijg iedereen een programmaboekje. Ja? En daarom zie je mensen op de strepen welke bier ze als eerste willen. En meestal bouwen ze het op van laag naar hoog. Ja, is dat verstandig om het beste om te doen? Hou je langs de vol. Ja. Daar gaan we toch. Ja. Wat, jij bent van Pub Essels, hè? Wat hebben jullie zelf op de tap? Momenteel? Ja? Bavaria, Guinness, Cornet, La Chouf Cholet. Mooie naam. Mooie naam van Jopen. Ja? We hebben er al 8. 8.
Oké, okay, allemaal op de tap. En dan heb je nog een heleboel op fles? Ja, 130 plus. 130 plus. Meer dan 130 ja. Op. Ja, ja. Dus als ik in een jaar tijd alles een keer geprobeerd wil hebben bij jullie in de kroeg, dan moet ik ieder weekend. Nou ja, laat me zitten. Dat gaat niet. En we wisselen nog ieder seizoen ook. Ook nog? Ja, 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 precies. Is bier drinken populair op het moment? Want je ziet heel veel van dit soort bierfestivals, hè? Ik denk dat het populair is, ja. Ja. Bij ons merk ik ook dat mensen met Untappd behoorlijk wat biertjes komen drinken. En elke keer willen ze iets anders gaan proberen. Ja. En dat varieert ook weer vanaf €3,50 tot €12 per fles. Ja. En nou is bier drinken ontzettend ongezond, hè. Je wordt hartstikke dik van. En, Weet het niet. Moet proeven, hè? Moet proeven, ja. Nee, maar wat... ja, dat is niet anders. Dat is een gegeven. En, maar toch zeg jij bier drinken in plaats van wijn? Of maakt het niet zoveel uit? Ja, ieder drinkt, ja. Je hebt wijnliefhebbers en bierliefhebbers. Ja. Ja. Oké. Okay. Niels, als je het programmaboekje zou volgen... of je maakt de keuze van ik begin met een licht biertje... en ik bouw langzaam op naar een bier met 10, 11, 12%. Mm-hmm. Hoe zou jij dan het eten daarbij adviseren? Waar moeten ze dan mee beginnen? Kijk, we hebben volgens mij hebben wij een 7-tal verschillende gerechten. En dat varieert van kleine gerechten naar echt een heel groot iets. En nou ja, de vraag die wij vorig jaar kregen is dus dat mensen dus heel graag chicken wings of een sperp zouden willen hebben. Dus dat gaan we ook zeker doen, omdat daar gewoon ook vraag naar is. En in principe kunnen onze gerechten kunnen bij veel bieren, zeg maar. Alleen het... Het ding wat wij gaan presenteren dit jaar, wat echt heel groot is, ja, daar zou ik wel aanraden om iets lichts bij te pakken, omdat het een kilo vlees is. Dus, per persoon? Per persoon. dus dan zou ik, adviseer ik wel om daar een licht biertje bij te pakken in plaats van een zwaar biertje. Ja. Dus dat gaat wel, is wel echt iets heel speciaals wat we gaan doen en daar zal ook echt, mensen zullen daar ook echt flabbergasted van zijn. Dus. Ja, maar serieus, een kilo vlees. Ja, er zijn mensen die dat ook echt... heel graag willen eten tijdens een feest. En er zijn voornamelijk de stoere mannen die dus echt iets een knots in de hand hebben. Wat dan ook hartstikke leuk is. Hey. Maar dan op een gegeven moment, dan zit je toch vol? Dan... Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar er zijn mensen die daarna er nog eentje willen. Ja, nog een kilo vlees. Ja. Ja, dat is een grapje natuurlijk. Nee, dat is zeker. Als mensen bijvoorbeeld sperrips gaan eten tijdens een onbeperkt sperripsbuffet, ja. Dan eten sommige mensen eten ook al tussen de 1 en de 2 kilo aan sperrips op. Ja, maar dat is zelf bot. Nee, want als we over totaalgewicht gaan praten dan, zit je rond de 5 kilo aan totaalgewicht. Maar er is meestal de helft bot van. En dat is bij ons natuurlijk ook, hè. Dat is natuurlijk... Het product is een kilo, maar er zit ook een heel groot bot in natuurlijk. Ja, dus, ja. Ze wordt al iets minder. Ja, ik maak me al zorgen. Ja, hoef je niet te doen. Nee, maar ja, goed, het is wel, je maakt er wel een uitdaging van. Op, ja, op ja we manier. Hebben onze gerechten wat wij gaan presenteren, is voor ons ook een uitdaging om te maken. Het zijn wel gewoon hele leuke gerechten. We denken ook aan de kinderen. We gaan bijvoorbeeld met een nieuw concept gaan we dit jaar komen. En dat zijn hele grote vuurschalen waar bakplaten op zitten. Dus een stukje beleving. En dan gaan we bijvoorbeeld voor de kinderen gaan we pannenkoeken bakken. Dus er wordt ook voor de kinderen wordt er over nagedacht. Ja. We gaan een XXL Black Angus burger gaan we doen. Is gewoon een heel mooi broodje hamburger. Maar we denken ook aan de vegetarische mensen. Dus we gaan ook een vegetarische burger gaan we doen. We gaan een Turks gerechtje gaan we maken met zelfgemaakte kuften. Chicken wings, spare ribs. De meeste mensen die hier in Boxmeer al vaker van ons hebben kunnen genieten, weten ook dat wij een hele lekkere worst hebben. En daar komen mensen ook altijd van, hebben jullie de worst erbij? Jazeker, ja. Die worst gaan we natuurlijk ook weer doen. Ja. Dus ja, we hebben een heel divers aanbod voor iedereen wat wils. Jij vertelde van tevoren dat het vorig jaar zo was dat er eigenlijk te weinig was hè, aan eten en zo.
Hoe is jouw uitdaging om dat voor 800-900 mensen zo te plannen dat je genoeg hebt en niet, ik weet niet hoeveel, overhoudt? Nee, we hebben natuurlijk heel veel materiaal. We hebben natuurlijk een hele grote smoker. Die smoker is 3 meter lang en daar kunnen wij heel veel op bereiden. Onze vuurschalen zijn vrij groot waar we ook heel snel kunnen werken. We staan met een mannetje of 8 aan personeel staan wij het ook te bereiden. In principe doen wij niks in shaving dishes of in bakken leggen om te laten verpieteren. Mm-hmm. Wij staan voor kwaliteit. En soms moeten de mensen iets langer wachten op hun gerecht. Maar alles wordt vers bereid en wordt ook echt zorg aan besteed. En dat is ook waar wij ook voor staan. En als je staat te wachten, je hebt een biertje in de hand, is het niet erg. Het gaat om beleving en het gaat om gezelligheid. Ja, want het wordt een groot feest natuurlijk als ik het zo hoor. Dat is wel de bedoeling. Moet het wel mooi weer zijn. Dat komt goed. Dat komt goed, ja. 8, 9 juni is het Pinksterweekend, hè? Ja. Ja, en dan de tweede keer. Al ideeën over nog groter, nog meer volgend jaar? Ja, dat eerst dit jaar was afwachten. Eerst dit jaar, maar een keer. Er komt dadelijk voor de mensen een proefbiertje. Weten jullie wat er gaat komen? Witte trappist. Ja. Maar dan een proefglaasje, hè? Dat mensen niet denken dat ze... Nee, moet dus als we klaar zijn dadelijk, we gaan daar eerst naar Anouk luisteren, dan nog een lekker biertje voor jullie. Dan wens ik jullie veel succes in ieder geval in het Pinksterweekend. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Vorige maand hadden we hier degene die van de songwedstrijd de juryprijs had gewonnen. Ja. Jij hebt de publieksprijs gewonnen. Ja. Volgens mij vroeg ik vorige maand, wat vind je belangrijker, de juryprijs of de publieksprijs? Heb ik ook gehoord, ja. Toen zei ze, ja, publieksprijs, dat, als je nou zelf genoeg mensen meeneemt. Hoeveel mensen had jij bij je? Ja, veel. Ja. Maar ik had er wel over nagedacht, want ik snapte wel wat zij daarover zei. En ik kan me daar wel in vinden dat het natuurlijk fijn is als je waardering krijgt van mensen die er verstand van hebben. Maar ja, een artiest heeft ook weer mensen nodig die komen, want anders kan die ook geen zaaltje afhuren of... optreden, nee, zeg maar. Dus. Je moet je fans hebben, anders ja, niet. Ja, die had ik genoeg. Ja, precies. En je hebt fans genoeg, dat blijkt dan. Ja, dat blijkt wel. Ja, precies. Even voor de mensen die jou niet kennen. Jij komt uit Boxmeer. Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 19. 19 jaar. Dus nog heel veel jaren te gaan met hele mooie muziek. Ja. Wat ik altijd doe in de aanloop naar het nieuwsgevede, ga ik even een middag op internet zitten. En dan kijk ik van iedereen, ga ik de Facebook nakijken en Instagram en noem het allemaal maar op. Maar ik kon je over jou wel heel erg weinig vinden. Hoe komt het? Ik ben er niet zo van. Je bent er niet zo van? Nee. Ik ben meer van het... nu. Want ik heb het gevoel dat iedereen een beetje aan elkaar aan laten zien... hoe die leuk die het wel niet heeft. En wat voor geweldige dingen die wel niet allemaal doet. En ja, maar weer op vakantie. Daar wil ik eigenlijk niet aan meedoen. Nee. Kijk. Dank je wel. Maar goed... Ik zat er straks even met je moeder te praten en zei van, nou, je moet maar eens vragen of je beroemd wil worden. Wil jij beroemd worden? Zeker niet. Zeker niet? Zeker niet. Waarom doe je dat aan die... vreselijk. Nee, maar je doet wel aan die wedstrijden mee. Ja, maar dat komt gewoon omdat ik, meestal komen mijn liedjes voort uit een negatief iets, zeg maar. En dan ga ik er juist iets moois van proberen te maken in de vorm van muziek, zeg maar. En dan zit ik daar thuis te spelen, maar dan denk ik wel van, ja, oké, ik ben nu vet trots op, ik vind het vet mooi. Dat wil ik eigenlijk ook met andere mensen delen. Ja. Dus daarom ga ik toch wel optreden, maar ja, van de songwedstrijd mee, dan word ik niet direct heel beroemd of zo. Nee? Dus nee, ja, dat valt nog wel een beetje tegen. Ja, je weet het niet, hè, wat er allemaal kan gebeuren. Nee, dat klopt. Nee, dat is zeker waar. Precies. Hey, jij hebt je middelbare school vorig jaar afgerond. Ja, zeker. En afgelopen jaar heb jij een tussenjaar genomen. Ja, ja. Waarom was dat? Vooral vanwege medische redenen. Ja, wil je erover vertellen? Of ja, ik wil het houden bij vermoeidheidsklachten. Ja. En dat ik daarom zeg maar, een jaar een beetje ertussenuit ben gegaan, denk ik. Je had een verkeerde wiskundeleraar op school. Ja, een soort van. Ik heb Erik wel gehad. Ja, toch wel, ja? Vond je het leuk? Ik zal niks over zeggen. Nee, grapje. Nou, dat is echt genoeg. Ik was niet zo goed in wiskunde, dat speelt niet echt mee. Nee. Ik heb nog een taak voor jou, Erik, hier straks. Ik wilde ook wel de puzzeltjes proberen. Die heb ik zelf nooit gehad, de puzzeltjes. Nee? Nee. Heb je nooit gehad? Nee, nou, dan nee, misschien nee. Dat er eentje over misschien straks. Misschien dat het dan beter wordt. Ja. Maar je gaat straks wel, bedoel, jouw tussenjaar is voorbij. Het heeft jou gebracht wat het moest brengen? Ja. Ik heb zelf ook
gezegd of gedacht van nou, ik heb in dit jaar meer geleerd dan ik ooit op school zal doen, denk ik. Ja, maar wat heb je dan gedaan in die tussentijd? Ja, ik heb bijzondere gaven dat ik me dus echt nooit verveel. Dus dan zeggen mensen van, wat heb je dan net gedaan? Dan denk ik van, geen idee precies wat allemaal zo'n klein ding is waar ik dan niet mee bezig ben. En dan uiteindelijk heb ik alsnog super te weinig tijd op de een of andere manier. Ja. Er zijn steeds meer dingen die ik wil doen dan die ik kan doen, zeg maar. Maar er zijn wel een aantal hoofddingen waar je dan mee bezig bent. En een doel voor mij was dan sowieso om aan de songwedstrijd mee te doen. Daar heb ik ook heel hard aan gewerkt met ook een andere leraar van het LSNL. En in het koor zingen bij Loes van Clean Piet. Doe ja, ik ook, het hardcore, hè? Ja, het hardcore zing ik in. En daarnaast had ik nog doelen bijles geven als een beetje om geld te verdienen, zeg maar, natuurlijk. Dat deed ik ook op Elsendaal en rijlessen. Ja. Daar ben ik wel veel mee bezig geweest. Dus niet wat je wel ziet dat mensen een tussenjaar nemen en dan een wereldreis maken of zo. Nee, maar dat was ook niet echt haalbaar. Of weet je, daarvoor nam ik ook geen tussenjaar, want dat was veel te vermoeiend. Ja, je moest eerst gewoon even lekker. Ja, ik ben vooral best wel met mezelf bezig geweest en heel veel ook mezelf tegengekomen, denk ik, daarin. Ja. Dus. Ja, daar ook leer je ook heel veel over. Ja, ja, precies. En daar heb je, want je zei net, liedjes komen uit soms uit het negatieve voort. Heeft dat, ja, vaak wel. Heeft dit veel liedjes opgeleverd? Ja, zeker. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zeggen ze dan, toch? Of niet? Ja, want het is, ik vind het juist ook bijzonder dat je, zeg maar, iets waar je dan mee zit of zo, waar je dan iets, niet direct iets aan kan doen, waar je niet direct invloed op hebt, dat je dan erover kunt schrijven en erover kunt vertellen en er een muziek onder kan maken en zelf over kan zingen en dat je dan toch het gevoel hebt dat je er iets mee hebt gedaan en sommige mensen raken dan geïnspireerd of ze vinden het mooi of weet ik net wat en dan heb je toch het gevoel dat je er iets mee hebt kunnen dat je wel invloed had, zeg maar. Ja. En dat vind ik best wel bijzonder. Ja, ja, precies. En jij gaat volgend jaar studeren, wat ga je doen? Ik ga naar de HAS in Venlo. En welke richting is dat precies? Ja, de opleiding die ik daar ga doen, die is nieuw en die heet Healthy Living en is gericht op gezonde leefstijl en dan niet alleen aan sporten en gezond eten, maar ook mentaal gezond en vooral gericht op leefomgeving en het voorkomen van welvaartsziekten, zeg maar. Dus niet alleen als je te weinig eten hebt of zo, ondervoeding, maar meer juist overvoeding of burn-out klachten, zeg maar. Ja, dus daar hoort die weg gezond. Hoort te veel bier drinken en een kilo vlees eten niet bij. Ja, hoort er niet helemaal bij, nee. Niet helemaal geschikt hier. Nee, nee, precies. Jij gaat, hebben we afgesproken, twee liedjes voor ons zingen. Wat ga je doen? Waar gaat het over? Als eerste ga ik No Good Vibes doen. Dat is mijn nieuwste nummer. Het nummer gaat over een periode dat ik me wat minder voelde, zeg maar. En ik had ook het gevoel dat ik geen invloed op had, zeg maar. Ik wist niet echt van waardoor ik me nou zo voelde. Alleen, ik had wel een beetje het gevoel dat er continu een grijze wolk een beetje boven me hing, zeg maar. Soms dan voel ik me wel iets beter of zo en dan gebeurde maar één klein dingetje en dan was ik meteen helemaal weer boos, verdrietig en gefrustreerd, alles. En toen heb ik daar een nummer over gemaakt. Daar ben ik wel erg trots op. En het eerste liedje is vooral, het tweede liedje bedoel ik, sorry. Dat gaat over het begin van, zeg maar, die periode waarin ik me niet fit voelde, zeg maar. En vooral met dan nog heel veel vragen in mijn hoofd, dat waar je geen antwoord op krijgt of kan vinden. En die frustratie heb ik in dat nummer uitgeschreven, zeg maar. Van je afgeschreven? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ook een soort van therapie misschien wel. Zit het nummer erbij waar je de publiekprijs mee gewonnen hebt? Ja, ik heb drie nummers toen gedaan. Nummers toen gedaan. En nu deze twee heb je daar ook gedaan? Ja, deze heb ik allebei ook gedaan. Oké, dus we weten straks waarom jij... Ja, dat hoop ik wel. Ja, nou oké, dan ga zitten, dan ga ik vast afsluiten. En de mensen bedanken die er waren. Blijf zitten, blijf luisteren. En daarna komt nog het proefglaasje bieren, zoals we beloofd hebben. Volgende maand ben ik er gewoon. Dus hebben we het laatste nieuwscafé van voor de zomer. Dank voor jullie komst. Goed weekend. En tot volgende maand. En luisteren. Vibes fade away. Everything I look at turns into gray. All the old smells make me cry. They remind me of the bad light.
And all the songs I hear sound sad. This bad feeling is stuck in my head. Children's laughter far away, playing with each other. Fields of flowers near the road, in all different beautiful colors. Bees, birds and butterflies are floating in the air. The sun is burning on my skin, the wind blows through my hair. Oh, it should make me feel good. Oh, it should make me smile. But all the good vibes fade away. Everything I look, it turns into gray. All the old smells make me cry. They remind me of the bad light. And all the songs I hear sound sad. This bad feeling is stuck in my head. Raindrops beating against the window of the bedroom. A stranger smiling without a reason and asking, how are you? Ocean waves are rolling in while I feel sand between my toes. But winds are roaring, clouds are coming, the night is going to fall. Oh, it should make me feel good. Oh, it should make me smile. But all the good vibes fade away. Everything I look turns into gray. All the old smells make me cry. They remind me of the bad light. And all the songs I hear sound sad. This bad feeling stuck in my head. Oh, it should make me feel good. Oh, it should make me smile. But it doesn't do anything. No, it doesn't do anything. Dank jullie wel. How can I change the things back to
files between all these useless years. And it seems like everyone's just moving on. Well, I don't know what's going on with me. Did I work too hard? Did I run too fast? Did I plan too much? Did I go too far? Did I cross the line? Did I ignore the signs? Didn't I do what's right? What did I do wrong? What should I've done? I am so confused. What do I have to do to give back real life and death for me? And how can I change the things back to how they used to be? Please tell me how I can feel any better, get everything together. No, I can live like this forever. No, 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 no. Oh, what did I do wrong? What's going on? Has it all gone? What did I do wrong? What's going on? Has it all gone? Dankjewel. Ik wil ook nog even zeggen dat ik heb gewonnen met de singer-songwedstrijd. En dat ik een optreden heb gewonnen op Podium B in Beugen Festival. En dat is op 16 november dit jaar. En daar zijn jullie voor uitgenodigd. Bedankt.